Wat ga je eigenlijk doen met oud en nieuw, weet je het al? Ik heb nog geen vaste plannen, maar het kan zomaar wilde avond worden. Wat heb je afgelopen jaar gedaan dan? Afgelopen jaar was ik gewoon met vrienden heel rustig ingetogen. Met de mensen van wie ik nodig vind om het nieuwe jaar in te gaan. En je zegt dat het heel erg wild kan worden? Ja, af en toe heb je van die momenten dat het eventjes helemaal uit de hand loopt. Maar het was op niet een positieve manier. Ja, nee, I know. Ik bedoel, ik maak me er ook zeer schuldig aan. Maar het was dus niet afgelopen oud en nieuw. Dat was niet afgelopen oud en nieuw. Dus ik denk dat ik dat dit jaar wel eventjes weer ga doen. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ik had vorig jaar het oud en nieuw feest bij mij thuis. En dat was wel een gevalletje, dat moet je niet nog een keer willen doen. Dat pikken je buren één keer. Ja, nee, dat klopt. Of je moet daarna zeg maar gaan verhuizen of zo. Ja, ja. En toen, nu zijn net allemaal buren nieuw, weet je wel. Oh, dus ja, dat nee, zou wat in dat opzicht wel weer kunnen, maar nee. Ja, het is, dat is één keer nooit meer, denk ik. Maar echt, hè. 3 dagen aan het opruimen geweest. Serieus, om 7:30 's morgens dan de laatste eruit geveegd. Nou ja, laat ons even niet laten afleiden. Je bent hier om je EP even bij ons te brengen. Ja, net als je vorige geproduceerd door jouw goede vriend en buurtgenoot ook, Hintja. Echte belofte in de producer scene. Zeker, zeker, zeker. Maar het was wel een duo-productie deze keer, hè? Deze keer wel, ja. En het is met iemand niet zo onbekend, dat is Rivers. Rivers! Ja, die kon vanavond niet meekomen. Ik had hem nog gevraagd, maar hij was alweer in de studio. We zijn met heel veel nieuwe dingen bezig. Dus hij kon niet meekomen. Maar ja, dat is Rivers. En dat is een hele goede vriend van me. En we hebben het samen gewoon, Carinja, ik en Rivers, hebben het gewoon samen in elkaar gezet. En die Ricardo, die moet ik ook even zijn respect geven. Nou, maar eerlijk zijn, je hebt wel gewoon verteld dat je vroeger toen als klein broekie bij Rivers in de studio mocht kijken, weet je wel. En was je 12. Klopt, ja. En nu werken we officieel samen, kun je hem een goede vriend noemen? Ja, zeker, zeker. Ja, ik vind het ook belangrijk dat je zeg maar eerst zeg maar goede vrienden van elkaar wordt en daarna dan zeg maar muziek gaat maken. Omdat je dan echt een goede energie deelt, denk ik. En dat is voor mij zeg maar de beste manier om muziek te maken. Maar als je naar jouw liedjes luistert, hè, wat zit er dan in van hem waarvan je denkt, oh man, zo blij dat ik dat nu heb? Ik denk puur de kwaliteit van hoe het zeg maar klinkt. Zeg maar, het idee dat kan ik zeg maar vaak met Carinja ook creëren. Maar ik vind dat extra wat Rivers brengt, dat is zeg maar de kwaliteit. Dat het echt. Soms klinkt het iets in je hoofd. En dan als je het uitvoert, klinkt het net wat minder. Maar bij Rivers is dat maar nooit het geval. Bij hem vind ik het in één keer echt gewoon aanslaan. En dat ik is moet echt ook de kwaliteit. Even, ik wil het ook nog even hebben met je over een klein stukje muziek. Deze. Achter, maar ik zat echt te denken, ik zat te graven in mijn hoofd. Weet je, want ik ben het verhaal vergeten. Ik ken dit vooral als Lumi D, of bijvoorbeeld bij Chantal in de track. Ja. Maar dit is een traditional track, toch? Ja, dat is, we hebben zeg maar gewoon de drums gepakt van dat liedje. Dat was van Lumi D. En volgens mij nog iemand had die drums ook gesampled. Ja, volgens mij Way Wonder ook. Ja, wie niet? Dus heel veel mensen. Maar het is no echt, letting go. Ja, ja. Het is zeg maar echt, het is echt een soort rhythm wat ze daar heel veel gebruiken in Jamaica en ook in Amerika. En wij dus ook. Ik kon het niet laten. Ja? Maar dat was dus omdat je die zo vet vond? Ja, ik had gewoon de drums gepakt en ik heb ze gewoon gesampled als het ware. We hebben ze een klein beetje aangepast en toen gewoon in onze track gezet. En die track die heet alweer Shorty. Ja, je hebt je EP nu genoemd omdat je je gerealiseerd hebt dat nu eigenlijk het enige moment is dat telt. Ja, precies. Maar daar is vast iets gebeurd. Nee, er is niet echt iets gebeurd. Ik ben gewoon zeg maar, nu zeg maar, echt op het punt gekomen dat ik gewoon klaar ben om dingen te bereiken. En vandaar dat ik het ook nu heb genoemd. Zeg maar. Dat is gewoon, ja, voor mij is nu gewoon het moment. Zeg maar, ik denk wel vooruit en ik kijk ook wel op lange termijn. Maar ik vind dat nu wel echt iets is wat gewoon telt. Ja. Je weet nooit wat er gebeurt, snap je? Dus dat, nu is gewoon belangrijk.